Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Musée et Schöne Ceramic Collection d'Icom van Asie en van Europa, Platers van Noord-Frankrijk, Lek Saint-Thomas, Resle en Bale, Italiaanschen, Majolik Platels en Noord Porcelein van China en Japan. Dat is een tekst voor het museum van Bale. Men dat me zijn veuve leerling Vlaamse, dan men de lees de tekst voor de audio's, voor de mensen komen ort en bezoeken een museum van Bale. Ah ja, voor de audiofoon. Voor de audiofoon, dus ja. Dus bestaat in het Frans, verzekerd? Het is in het Frans en met dat te doen in het Vlaams. In het Vlaams ook? Het is de eerste keer dat we dat doen. Ah, dat is die en dat is met de leerling van de Vlaams. Leerling de van Vlaams, van Vlaeteren. Van Vlaeteren, ja. Ah ja, met Claude Bepaal. Met Claude en anderen, ah, ja. Dat hij wel dat doet, hè? Ja, het is wel. Ja, ik vind dat schoon, we doen lekker en we kunnen. Ja, kun je het wat zeggen, Monique? Ja. Waar dat hier ter wereld dat komt? Ben ik ben in de wereld gekomen in Seclin, in Frans. Seclin, Monique? Seclin. Bij Dutch Resle, niet ver van Resle, we hebben 6 kilometer van Resle. Ah, ja. Maar mijn ouders zijn juist verhuisd, geen moord voor dat ik kom geboord. Ja. En ze komen van Otam, ja. Bij Komen. Ah. Ze zijn alle twee Vlaamse mensen. Ja. En ze zijn altijd klappe Vlaams. En ze zijn komen woont in Van Ville. Mm-hmm. Het is gewoon dat ze zijn geboord in Seclin. Ja. En ik heb altijd Vlaamse klapt met mijn ouders. Altijd tot dat ik een trouwde was. En ik trouwde was met wend en ik klapte niet Vlaams. En ik heb toen niet meer Vlaamse klap door een 35 jaar. Maar nu, maar ik woon niet in de streek. Hè. Ik woon uit de zomer. En ik weer komt hier in de streek. Het woon Vlaamse lezen in Niep. En ik kust het niet schrijven en niet lezen. En het was interessant voor ik om dat te leren. Dan kan ik het daar leren. En nu ik voorst leert mijn Claude in Bale en nu Vlaeteren. En ik kan het nu beter lezen en schrijven. En de taal komt een beetje kien. Je kunt dat weer beter klappen. Maar je verreedt weer de woorden. Het is moeilijk, denk ik. Hè? Ja, dus je 35 jaar ja. geen Vlaamse klap. Geen Vlaamse klap. Maar je verstaat het ook. Maar je kunt dat niet weer wel zijn. De woorden, ja. Het was denk ik moeilijk. Ja, ja. Maar had je altijd interesse had voor dat Vlaams? Hè? Je was ook zo geïnteresseerd? Ja. Ah ja, ja, ja. Hè? Maar ja, maar het is de eerste jaren van mijn leven. Hè. We vergeten dat niet. Hè. Je vergeet dat niet. Dat worden je wortels. Ja. Je racine. Ja, de racine. Ja. Ja. En daarmee zie je nu weer beginnen met Vlaams te leren. Ja, te leren. En, leren schrijven, zeg maar. En leren schrijven, ja. En lezen. Ja. En lezen ook. Want je hebt toch juist dat tekstje gelezen. Ja, ja. Ja. Nou, een beetje perfectioneren, maar toch komen. Toch komen, ja. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. De eerste horloge is een vlucht in Frankrijk. Dan kan mijn vader zijn gewoon met een pet en een kaart tot Puisieux-les-Loups, Sergi Pontoise, Nivard van Paris. Maar ze hadden al twee kleine zonen. Het is jongen, het is een zoon en hij is dood van honger. Van de noemer. En hoe komt, hoe komt dat, Monique? Ben, mijn moeder zat benauwd geweest en ze had niet meer melk in het bos. En ze vroeg altijd bloem, maar niet melk. Ze kuste niet Frans klap. En de mensen zijn het niet verstaan. Het is jongen, het is... Dus je moeder, als ze vluchten, ja. Van Noordloog en ze gevlucht, ja. Richting Parijs. Ja. En je moeder kuste geen Frans. Nee, ze kuste geen Frans. En ze vroeg altijd bloem, maar niet melk.
En de mensen verstonden niet. En ze verstonden niet. En ze hadden niet meer melk om de... Om je broer... Ze kleine zeunen. Ze voornamen was Daniel, Michel Daniel. En die jongen is gestorven. Dat is een broer van jou? Nee, een broer van mijn vader. Ah, broer van je vader. Ja, broer van je vader. Het was in 19... Wacht, ik heb hier zwonen dan. Maar de, een verloring cousine dan... in 2014, ja. In 2015, een parchemin, een veuf parchemin. Al de cousines m'ont horen aan een motte, maar rest een boek dan, hier. Dan. Er is een familieboek, een chroniek ja. Van jouw familie. Ja. Mijn vader had juist een boom dan van de familie. Een stamboom. Een stamboom dan, ja. Ja. Ik heb niet dat worst dan. Ah, ja. Mijn kozen. En ik heb mijn broer, we zijn bij me gaan een verhoring doen met de kozen. En het is zo dat we dat doen, de zes parchemin 2014. Ja. En men vertelt al de leven van mijn ouders. Mijn ouders. Grootouders. Je grootouders, ja. Je voorouders, je ouders. Ja. Ja. Naar de leven vertaald. Naar de leven, naar de onkels en tante. Ja, ja. Zeg, Monique, waar zie je naar school geweest? Ben ik in de kleine school, ik ging gewoon in Vanville. Mijn ouders woonden in Vanville. Ik ging al door de kleine jaren dan. Ik ging toen naar de college. Over dit was het lycée Jean Massé in Resle. Maar nu is het een college. En toen kreeg ik tot een baccalauréat. En mijn zusters, au lycée Notre-Dame d'Annay. Ja. En trotte. Nu, Monique, je klapte tussen, we vertalen klapte je er tussen met je vader en moeder? Ben, tussen met de vader en moeder me klapte het altijd Vlaams. Vlaams? Altijd Vlaams, ja. Tussen en tussen. Maar gewoon bezoek, of de mensen me klapte Frans. Min de twee. Ik kust het niet een woord in Vlaams, we zijn in Frans, maar min altijd de twee klap. En als je naar school ging, had je toen geen probleem met dat Frans? Nee. Je was hier eigenlijk al tweetalig? Ja, de twee. Maar van tussen het? In de school, het was Frans. En we kwamen etus, het was direct Vlaams. Het is... Dus automatiek, het is zo. Dus je kunt je wel goed talen. Je wel een, ja, maar. Ik doe niet wat ik kan. Ja. En heb je nog andere talen geleerd ook, Monique? Ja, bij een secondaire heb ik Engels geleerd en toen Duits. En de leerlingen van Duits zeiden dat je kunt wel Duits. Ja, maar ik kan wel de Duits. Het is de leuke grammaire of de Vlaams. En mijn klap ligt de Vlaams. Een mens die Vlaams kent en in Duitsland, ze verstaat dat, de Duits. Als ze trage klappen. Als ze te hoor, ja. Of trage. Te hoor, klappen. Trage klappen, tranquil, ja. Ja. Toen kun je dat verstaan, ja. Ja, ja. Wat kan je doen in het leven, ja. Van werk. Ah, wat kan je doen? Ah ja, uit de school kan je secretariat doen. Kan je recht waakt in Van Veel, cyclist. En toen ik getrouwd, ik ben daar 5 jaar geweest. Ik ben toen getrouwd, mijn vent heeft een stay afgepakt in Somme bij Doulan. En Annie, het was het jaar 1976, het jaar dat was Steve gedraaid. Dat je rent en je kunt het niet voorschoon. En ik toen een werk te vinden. En acht 13 jaar ik wilde het weer komen hier in de streek. Het is zo dat ik hier een huis vond, een jep. En ik moest weer werken in Resle. Ik kan eind de somme gaan, enfin, ben gewoon in de fonction publiek. La DDE, die kan me zijn, hoe ze de routen doen. Ai. Ja, en ik, beaucoup de secretariat, en hier kan vrouw om te gaan in Resle, die was dan de secretariat, uit Resle kan vrouw om te gaan aan Armetiers. Maar in Toulouse,
quand un boss a une volte que d'urbanisme lié, il va être homme de délivrer de Rosanne, de Flamme, le permis de construire. En ik denk dat wordt ze dan hier in Armetis. Ja. Que rende dat. Ja. Dat is een schone stil voor Rijken. Ah ja. Ja. En dat ken ik toen mijn passionen pakt. Kan de drie jongens dat ik moest de mijn passionen pakt. Maar ze wilden dat ik mijn passionen pakt. Maar de al de functie publiek zit al veranderd. Al de tijd in de veranderen. En ken ik toen mijn moed kan. Ik heb toen vroeg mijn moeder naar een kleine sociëteit met toutes mes pensioenen. En uit mijn pensioenen, bon, ik heb altijd een niep, ik heb altijd een niep, maar ik heb altijd een huis, bon, mijn benen komen. Beneden, alles beneden. Ja, voor mijn ouders, ja. Dat je trappen moet doen, ja. Ja, kan ik dat hier, bon, mijn... Allee. Mijn moeder is hier gekomen en ik heb dat gebouwd in 2014. Ja. Het is juist dat jaar dat ik ben hier. Ja. Maar het is een schoonheid, ik zei waar. Maar ik ben ook een verreus, ik wil gewoon een appartement om te kunnen voyager. Ik heb dat niveau gedaan en nu ik wil een beetje flirten. Ja, dat beetje profiteren van het leven. Terwijl je nog best nog gezond zit. Ja, juist. Hoeveel jaren of hoe lang dat weet ik niet. Nu, Monique, je hebt drie kinderen. Ja. Wonen jouw jongens hier ook in de streken? Mijn kind en dochter, ze woont hier aan 25 kilometer. Dus niet waar van Rijssel. Ik heb een andere dochter, ze is in Haute-Savoie, over Annecy. Ja. Twee jaar al. En ik heb een zoon die bent bij een mobiliaar nest. Het is al daar 14 jaar. Ze willen allemaal niet bij de deur. Nee, justement. Nee. Ja. Ik heb een kleine jongens. Of jullie? Een kleine jongens. Ja, dat is ook al wel. Drie kleine zonen en zes kleine meisjes. Nu, Monique, uw jongens, uw kinderen, klappen ze er Vlaams of verstaan ze Vlaams? Nee, ze zijn Duitse leerlingen, ja. Maar geen Vlaams of geen Nederlands. Mijn vent en hun kusten niet Vlaams klappen. Je klapt tot niet meer Vlaams intussen. Ja. Het is jammer. Uw vent dat kusten geen Vlaams. Ah, nee, ja. Nee, zie je van... Ja, van Steenwerk. Van Steenwerk, ja.